Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar professioneel advies op maat en bijstand bij een persoonlijke financiële planning. Alle zaken op een rijtje helpt meezoeken en vraagt om advies bij een accountantsbureau, Firmijn Klaas. Ik vind de KMO, de geslaagde KMO, de elite. Je moet zoveel kennen en weten. Je moet die vak goed kunnen. Je moet om kunnen met klanten en leveranciers. Met die medewerkers kunnen omgaan en houden. Op de hoogte zijn van je boekhouding en het financiële. Ja, je moet van alles op de hoogte zijn. Ik vind dat een KMO in feite een paar uur minder zou moeten werken en meer tijd zou moeten besteden aan zijn administratie en boekhouding. Wat belangrijk is in accountancy, dat is eigenlijk in ieder beroep hetzelfde. Orde, stiptheid is belangrijk. Het kost veel tijd, orde en stiptheid, maar je verdient dat 10 keren terug op termijn. Waar moet de KMO letten? Orde, communicatie met een accountant en surtout de tussenresultaten en de tussenbalansen. En niet wachten tot het jaar voorbij is. En ook opletten, hè, maar als je dat de KMO een paar keren vertelt, dan weet hij dat wel met opmaken van tussenresultaten. Zijn alle documenten erbij? Hè? Zijn alle verkoopfacturen, zijn alle aankoopfacturen erbij? Hè? Hebben wij attentie gedaan op de voorraad? En als je de klant daar een paar keren wegwijs in maakt, dan weet ik die even goed als een accountant zelf.